Hoe nemen we de maat? Eerst en vooral hebben we een meter nodig en een klant. Ik neem de meter en ik meet heel strak onder de borst van de klant. Daar kom ik op een omtrekmaat 70 uit. Dit is de Europese omtrekmaat. Daarna meet ik los op de borst. Bij deze klant kom ik op een maat 89. Nu, wat moeten we doen? Die 89 verminderen met die 70 van die omtrekmaat en dan komen we op de cupmaat. Bij deze klant is het verschil 19. Een vaste waarde is een C-cup is een verschil van 15. Een D-cup is een verschil van 17 plus 2. En een E-cup is een verschil van 19. Deze klant heeft dus Europese maat 70e. Wil je de Franse maat daarentegen, dan moet je daar gewoon 15 bij doen. Europese 70e is gelijk aan Franse 85e. Wij hanteren de Franse maten, misschien een andere lingeriewinkel, de Europese.